Wie is deze meneer? Hoe oud is deze meneer? Dat weet ik hoe oud u bent en hoe dan. Hoe oud? Ja, die kan niet meer praten, Brent. Hij is ook niet echt al spreekbaar. Meneer, probeert u wakker te blijven? Blijft u bij ons? Maar wat zie je aan me? Beetje blauw. Blauw bij uw ogen en bij uw neus. Beetje bleek, zweterig. Blauw. Angstig, toch? Een beetje. Dorstig. Wat waren die verschijnselen? Ela, in het kader van de maatschappelijke diensttijd ben ik eigenlijk een opleiding tot instructeur voor de EHBO. En dat hebben we deze week met studenten van de middelbare school geoefend. Is het een geslaagde week geweest? Vind je dat ze het goed hebben afgerond? Ik vind zeker vandaag hebben ze het heel goed gedaan. Ze zijn echt in de week heel erg vooruit gegaan. Ja. Loop jij ook een stage, een maatschappelijke diensttijd stage? Ja, ik loop ook een stage. Ik heb mijn instructeursdiploma heb ik al behaald. Dus ik ben hier voornamelijk aanwezig voor het zwemmen redden in zwembaden samen met Udo op de dinsdagavond. Daarmee kan ik dan uiteindelijk weer werken bij het Wandhebbad. En denk je, Joshua, dat het zin heeft, zo'n maatschappelijke diensttijd voor jongeren zoals jij? Jij doet sport en beweging. Ja, absoluut. Het heeft zeker een meerwaarde hierin. Vooral omdat we, nu zijn we dan specifiek met reddingszwemmen bezig. Maar je kan ook andere trajecten volgen daarmee. Dus je kan zo aanpassen dat het bij jouw plaats past in jouw geheel. Oh ja. Gaat het, meneer? Nou, regering, bel even 1 en 2. Ja. Ik zal hem op lijst spreken. Een bewusteloos slachtoffer. 1 en 2 alarmcentrale, zegt u maar. Waar heeft u de hulp nodig op aan? Geen ademhaling. Bij de Sportboulevard. Sportboulevard in Dordrecht? Ja. Wat is er aan de hand, mevrouw? Een bewusteloos slachtoffer. We zijn begonnen met reanimeren. We zijn begonnen met reanimeren. Is er een AED in de buurt, mevrouw? Ja, die ga ik halen. Zou u die AED kunnen pakken? Ja. En een andere groep, dat zijn de 4 die in het kader van de LO2... stage nog iets extra's doen. Kan je daar iets over vertellen? Dat is gymnastiek als examenvak. Er zijn veelal leerlingen die doorgaan in de richting sport en bewegen of in de geuniformeerde beroepen. Wij hadden altijd al eerste hulp bij sportongevallen in ons programma staan. Ja, toen kwam ik dus met jou in aanraking met de Dordtse Reddingsbrigade en diende de mogelijkheid zich aan om in het kader van de maatschappelijke diensttijd leerlingen hun EHBO-diploma te laten halen. Nou, en dat er leerlingen zijn die daarbij ook een LO2-stage nog konden invullen bij de Dordtse Reddingsbrigade, is in dit kader een win-win situatie geweest. Hulp nodig bij de reanimatie? Tegenover de andere hulpverlener zitten en plaats de AED, hè? Wanneer dit worden we weten wel. Bekijk zorgvuldig de afbeelding op die tweede. En de stickers goed aandrukken op het lichaam. Tweede elektrode van het gene schutplan. Plaats de elektrode precies zoals afgebeeld. Druk de elektroden stevig aan op de ontblote borst van. Niemand mag de patiënt aanraken. Afwijzing. Analyse. Niemand mag de patiënt aanraken. Schok aanbevolen. Patiënt niet schok toegediend. Direct doorgaan met reanimeren. Oké, en misschien kan Wim daar iets meer over vertellen. Wat vind je nou van Wim, hoe deze leerlingen het vanaf gebracht hebben? We zijn een maandag begonnen met de cursus. En het zijn jeugdige, maar je kan ze ook gewoon pubers noemen, die natuurlijk ook puberaal gedrag gaat vertonen. We zijn een klein beetje bezig geweest om ze tot de orde te krijgen. En het heeft geresulteerd dat er uiteindelijk 14 helemaal doorheen gekomen zijn. En een paar zijn onderweg in de afgelopen dagen weggevallen. Dat is erg jammer, maar het heeft een heel klein beetje te maken ook met hun eigen manier van optreden, want we geven het niet zomaar weg. Het is les
En met die les krijgen ze EHBO-les. Maar ook omgang met mensen. En dan moet je eigen gedrag daar ook een beetje op aangepast zijn. En daar hebben we op moeten wijzen. En dat is een maandag heel erg geweest. En de andere dagen is dat gelijk een stuk minder geworden. En vandaag ging het super. Echt fantastisch. Het EHBO-diploma gehaald, gedaan en gehaald. Wat vind je ervan? Ik vond het erg leuk. Ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen, want je hebt er best wel veel aan. Het is ook handig voor mijn volgende opleiding die ik ga doen. Oké, welke opleiding? Ik ga naar het CIOS, sport en bewegen. Dat is zeker heel erg handig. Ja. Ben je zelf nog lid van een sportvereniging? Ja, ik zit zelf op korfbal. En dan train ik 2 keer in de week en ik geef ook trainen, dus daar is het ook handig voor als er wat gebeurt. Oké, en denk jij dat MDT voor jongeren zoals jij gaat werken? Ik denk het zeker, vooral als mensen als we geïnteresseerd zijn in sporten, zodat het is toch een handige toevoeging voor als er wat gebeurt. Naast dit EHBO-diploma loop jij ook nog in het kader van LO2, hè, ja, lichamelijke opvoeding, een extra stage bij de reddingsbrigade. Ja. Wat doe je daar? Daar leer ik zwemmend redden, handelen in het water als iemand bijvoorbeeld onwel raakt of verdrinkt. Uiteindelijk doe ik dat om een baan te kunnen krijgen in de zomervakantie. Denk je dat je voor jongens zoals jij, dat je hier wel voor de bank af gaat komen in het kader van de maatschappelijke diensttijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook heel handig is voor mijn opleiding. Als ik dit natuurlijk ook verpleegkunde gaan doen, dan is dit alleen maar meegenomen. Ja.